Goedemorgen iedereen die deze Lectio Divina volgt op deze dag. Dat is vrijdag van de 16e week van tijd door het jaar. Uit het boek Exodus. In die dagen sprak God de Heer al de woorden die hier volgen. Ik ben de Heer, uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, uit het slavenhuis. Hij zult geen andere goden hebben, ten koste van mij. Hij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Hij zult u voor hen die niet de aarde buigen, en hun geen goddelijk eer bewezen. Want ik, de Heer uw God, ik ben voor hen die mij harten een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht. Maar voor hen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden, en God die goedheid bewees tot aan het duizendste geslacht. Hij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat degene die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de Sabbat. Die moet heilig voor u zijn. 6 dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan mocht gij geen enkele arbeid verrichten. Hij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet. Zelf niet de vreemdeling die bij u woont. In 6 dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust. En zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Hij zult niet doden, hij zult geen echtbreuk plegen, hij zult niet stelen, hij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Hij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Hij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niks wat hem toebehoort. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is een les voor de Heer, onze God, voor het volk van Israël. Want het begint zo. Op die dag sprak de Heer al de woorden die hier volgen. Dus in het boek Exodus zien wij dat God onderricht zijn volk naar een weg van heiligheid. Hij onderricht zijn volk om hem te eren en hem te aanbieden als de enige God die bestaat, om één hart te hebben, om eenheid in ons te hebben. En daarna, hij zegt wat ook tegen hem zonde is. Andere goden aanbieden, zijn naam lichtvaardig gebruiken, voor niks God noemen, voor niks God oproepen, ook de dag die hij heeft geheiligd te gebruiken
als een dag voor onszelf, voor ons eigen werk. En daarna ook de jaloezie op wat de anderen hebben en wij nog niet hebben. Of dat de dingen die wij willen, maar dat wij nog niet hebben. En misschien zullen wij niet hebben. Ja, zijn dingen die God ons onderwees om ons te leren leven in zijn aanwezigheid. De dag die hij heeft geheiligd was de Sabbat. Natuurlijk, voor de Joden is de Sabbat een heilige dag. En waarom? Omdat wij al ons werken, al ons wezen aan de Heer toewijden. En wij laten dat het woord van God in ons werkt. De aanwezigheid in ons werkt, zijn genade. Zodat God ons kan heiligen in zijn genade op deze dag van rust, van gebed, van aanbidding. Is om te rusten van al het werken die wij hebben verricht in Gods naam en die wij moesten doen. Maar met de verrijzenis van de Heer is de zondag onze Sabbat geworden. Is de zondag de Dominus Dei, de dag van de Heer. De zondag is de dag waarop wij rusten van al ons werk. Met de Heer Jezus Christus hebben we een vernieuwing in de wet. Hebben we een vernieuwing in de traditie. Hij breekt niet, hij stopt niet, hij vervult het. Hij maakt dat volmaakt, perfect, volgens de wil van God. En op deze dag zijn wij geroepen om ons leven, ons gezin, al ons werken aan de Heer toe wijden. En ons te laten heiligen door zijn wezenheid in de Eucharistie, door zijn woord, door zijn genade. Psalm 19. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wees. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak. Hij zorgt meer dan goud of juwelen, welsmakend als honing zijn. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Hij dan luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weer wat gezaaid ligt in het hart. Dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij heeft bij het ogenblik, hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit woord door de zorgen van de wereld en de behoocheling van de rijkdom vestigt. En zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander
zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig. Woord van de Heer. Wij danken God. We kennen goed deze parabel, deze gelijkenis over de zaden, over desire, maar het treft mij heel veel deze opbrengst van wat gezaaid is en wat gegroeid is. Bij een 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij nog een ander 30-voudig. Het woord van de Heer komt uit de mond van de Heer, komt uit de hemel tot ons en heeft een missie, heeft een zending. En dit woord gaat niet terug naar de Heer, onze God, zonder vrucht te dragen. Maar de vruchtbaarheid hangt ook af van onze grond, van de grond van ons hart. Hoe meer onze grond goed is, dieper is, vorstig, ja, vruchtbaar is, hoe meer zal de zaden van het woord groeien in ons hart. En hoe meer zullen wij opbrengen, de vruchten opbrengen die het woord heeft in ons gedaan, die heeft in ons gemaakt, vruchten van heiligheid, van goedheid, van geduld, van eeuwig, van missie, van charisma's. Het woord van de Heer heeft een missie, maar het woord kan heel meer vruchtbaar zijn dan wat wij denken, als wij de grond van ons hart voorbereiden. En daarom de Sabbat, en daarom de Dominus Dei, daarom de Dag des Heren, om te rusten van al onze werken en nu tijd maken om het woord van de Heer te luisteren, zijn aanwezigheid te ontvangen, aandachtig te zijn voor wat Hij zegt tot ons. Dat is de kracht van het woord. Heeft een zending, heeft een missie, maar hoe meer wij in goed grond zijn, hoe meer zal dit woord in ons vruchten dragen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.